Op het busstation in Nijmegen peilden we vandaag de mening van de reizigers over de grote staking in het openbaar vervoer. De reizigers blijken goed geïnformeerd. Bijna iedereen weet dat er morgen gestaakt wordt en waarom. Of er begrip is voor de staking, dat is een ander verhaal. De meningen zijn daarover verdeeld. Nou, we zijn blij dat we vrije kaartjes hebben, dat we kunnen reizen wanneer we willen. Ja. En dan gaan we alles staken. Is het niet met de trein, is het met de bus. Nee, ik ben er niet happy van. Echt niet. Als je kijkt naar rijtijden en plaspauzes, heel terecht. Jongens hebben helemaal gelijk. Maar we hebben er last van. Ja, en hoe lossen we die problemen dan op? Dan moet ik straks met de fiets of zo. Regio-taxi. Beetje duur, hè? Kan ik me niet veroorloven. Voor mensen die het echt niet meer weten, helpt Omroep Gelderland met een speciale appgroep. Via de website kun je je daarvoor aanmelden. Nou, dat ziet er zo uit. Ik zag bijvoorbeeld net een jongen van 18 die zegt, ik moet morgen examen doen. Ik heb een rit nodig van Zaltbommel naar Tiel. Dat examen dat kost me 150 euro, dat is voor mij echt heel veel geld. En dus ja, hij hoopt dat er iemand is die zegt, nou, rij maar met mij mee. Voor veel mensen zou het een uitkomst kunnen zijn. Kan je naar stage? Ik heb geen auto, dus ik kan moeilijk met de fiets naar Boxmeer. Mijn stagebegeleider is wel makkelijk, dus het komt wel goed. Inhalen, denk ik. Maar het is gewoon zo vervelend, hè. Dat, ja, ze hebben gewoon scheid eraan. Dus.